Suriname moet niet denken dat klimaatsverandering aan haar voorbij zal gaan. Aldus een opmerking van minister Silvano Tjonahing vandaag tijdens een presentatie over broeikasgassen en mitigaties. De bewindsman zegt dat de gevolgen van klimaatsverandering voor de hele wereld zijn. Als er niet zorgvuldig wordt gehandeld met het milieu, zal ook Suriname de gevolgen ervaren. Vandaag zijn we hier om de resultaten van het derde rapport van Suriname gepresenteerd te krijgen. Deze rapportages zijn bedoeld om op de eerste plaats onszelf, maar conform het verdrag ook de rest van de wereld te informeren over de uitstoot in de verschillende sectoren van onze economie. Ik hoef u allen hier niet opnieuw te herinneren aan de gevaren van klimaatverandering. Wetenschappers hebben al gewaarschuwd dat de gemiddelde temperatuurstijging van meer dan 2 graden Celsius al voldoende is om deze wereld tot een heel andere wereld te maken tegen het eind van deze eeuw. Maar zij die naar het wereldnieuws kijken, die merken nu al dat er ingrijpende klimaatveranderingen plaatsvinden. De minister zegt dat er niet alleen gevaar zit in de veranderingen binnen onze leefomgevingen. De voedselvoorziening zal rake klappen incasseren door klimaatsverandering met alle gevolgen van dien. We moeten vooral niet denken dat klimaatverandering aan ons voorbij zal gaan met of zonder bos. De gevolgen komen eraan. Dit is reden voor ons om ons te houden aan de afspraken die internationaal zijn gemaakt, om die ook na te komen. Maar ook voor ons is het van belang om beleid te maken op basis van betrouwbare gegevens. We kunnen niet langer milieubeleid maken op basis van vermoedens, verouderde studies en hearsay. Wij moeten met z'n allen versneld werken aan de voorziening en ook de ordening van zorgvuldig geselecteerde data die van belang zijn voor het klimaatbeleid. De minister zegt dat er beleid moet worden gemaakt op basis van data. Er moet nog meer worden gewerkt aan het op een professionele manier vormgeven aan de fundamenten van het milieubeleid.